Ja, vrienden. Hey, tweede prik vandaag. Tweede keer met Pfizer. Ja. En hier gebeurt het allemaal. Dus hier moet ik me gaan melden. En dat gebeurt hier gewoon in Spanje. Dat doen ze gewoon. Dat is gewoon een militaire operatie gewoon hier. Echt waar hoor. Dat gaat hier gewoon boem, boem, boem. En verder geen gezeur. Oké, goed. Nou, dat is de eerste. Kijk, dan kom je daar in een rijtje te staan. Maar het gaat gewoon achter elkaar door hoor hier. En dat gaat hier dus gewoon even anders, hè? Want het is niet zo van je moet hier bellen voor een afspraak of wat dan ook. Nee, je krijgt gewoon een sms en je zorgt maar dat je er bent. En vandaag moest ik er precies zijn, ik moet er zijn, precies om 12:21. Niet 12:22 en ook niet, nee, 12:21. Kijk, deze zuster, die gaat mij niet, ik zie genoeg. Die gaat het doen. Kijk, hier is het hokje, hier moet je gaan zitten, kijk zo. Hup, op het stoeltje, waar ik zit. Nou, daar komt hij hoor. Daar gaan we. Relax. Oh, relax. Hop. Hoppakee. Hij zit erin, jongens. Zo, ik zit. Nou. Een kwartiertje moet ik hier wachten. Kwartier voorbij. Iedereen mag naar huis. Dus ik ga er ook vandoor. Dat is hem. Kijk, we gaan worden in optocht. Iedereen naar huis toe. Zien jullie er ook al? Daar op het bankje. Daar op het bankje, daar zit ze. Kijk. Hier. Kijk, dat is het. Zo. Dag. Gelukkig, schat. Zo. Ja, wat een heerlijk idee zeg. Ai. Ik ben helemaal safe. Ja, en dat zou ik ook willen zeggen eigenlijk tegen alle twijfelaars nog steeds. Jongens. Hey, je bent zelf beschermd, je beschermt anderen. En ziekenhuizen raken minder vol, straks meer bewegingsvrijheid. Doe het nou gewoon, haal die prik, daar gaat het om. Ja, en kijk even wat ik hier heb. Hey, dit heb ik gekregen. Maar dit is hem hoor, ja. Want dit geeft je, zeg maar, het coronapaspoort, of het, hoe je het ook noemen wil, het COVID-paspoort. Waarmee je dus helemaal vrij bent om te reizen en te gaan en te staan waar je wil. Ja, zover zijn ze al in Spanje. Dus ik ga heel gauw naar huis. En snel heb ik hier het formulier waar het om gaat. Kijk hier goed met mij mee. Hier, certificaat koffie digitaal van de EU. UE. Van de European Union. Kijk, die krijg je gewoon hier in Spanje. Die kan je gelijk uit je computertje halen. Huppatee, en dan heb je bewijs, kan je mee reizen, kan je mee naar evenementen, kan je overal mee naartoe. En niet zoals in Nederland, met dat gele boekje, wat is dat, dat lijkt wel Bulgarije, wat is dat nou toch? En dan krijg je dus nu mensen, die dus mensen van de GGD in elkaar slaan, omdat ze niet een stempeltje krijgen in dat gele boekje, want die willen op reis. Nee. En dat komt allemaal door het kabinet en de regering. Die maken die fout. Dat ligt niet bij die mensen. Nee. Organiseer dat nou beter. Want je hebt ook honderdduizenden mensen in Nederland. Die staan ook nog steeds niet in het datasysteem. En ja. En dan krijg je die chaos van. Hier in Spanje hebben ze gewoon alles goed geregeld. Je krijgt gewoon zo'n formulier. En klaar ben je. Hey. ¡Viva España!